nuestra nave. Mi muoi sui di condre. Ai mi love you su te. Te mi tenavo. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van uw eigen programma. In het programma van vandaag kijken wij naar de vorderingen van het scholenbouwprogramma in Brokopondo, de bouw van de nieuwe huisvesting van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en het nieuwe politiebureau te Münder. We beginnen met het scholenbouwprogramma van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling te Libidoti in het district Brokopondo. Er is bekend dat het ministerie van Openbare Werken de technische coördinatie heeft van dit programma en dat voor wat betreft dit dorp er goed werk is afgeleverd. De heer Silgobind is hoofd utiliteitsbouw van dit ministerie en hij kon ten aanzien van de renovatie en uitbreiding het volgende zeggen. Nu gebouwd 5 leslokalen, 1 mediatheek en 6 woningen, 2 units woningen. Dat bedoel ik, dan zijn er 6 maal 2 woningen, 12 woningen en 1 driekamerwoning voor de directeur, schoolhoofd. Verder hebben wij bestaande school compleet gerenoveerd. Nieuwe dakplaten, diverse vloeren die waren verrot, wanden, noem maar op. We hebben ook een complete nieuwe sanitair, een toilet opgezet. Maar er was slechts een heel klein toilet. En ik heb begrepen van onderwijs dat er hier ruim 500 leerlingen zijn op school hier. Dus daarmee hebben wij ook een toilet opgezet. Het project kost ruim 3 miljoen SRD. Nogmaals, we zijn begonnen in januari. En we zijn eindelijk zover. Ik heb ook gesproken met de schoolleiding hier. Ze zijn zeer tevreden. Die oude school was van hout. Die hebben we gerenoveerd, net wat ik zei. Maar er waren ook houten woningen. Hè? En die hebben we een aantal gesloopt. In plaats daarvan hebben wij in steen opgezet. Niet alleen hier bouwen wij, we bouwen op een aantal plaatsen. Je weet, Paramaribo, ik praat niet, dat is een crashprogramma. We bouwen ook boven Suriname. Ik heb even geteld, weet je, niet op papier, maar wij bouwen nu in het binnenland ongeveer 45 leslokalen en ongeveer 30 woningen. Vooral die 2 units woningen, 2 onder 1 kap, hè. Bij elkaar bijna 30 woningen. Dan praat ik van boven Suriname, Albina, Stad Brokopondo, Libidoti, nog een aantal plaatsen, Achoni. Dus we zijn volgens mij tevreden. Dit jaar hebben we heel veel gerealiseerd voor onderwijs binnenland. De kapitein van het dorp en enkele leerkrachten die nu in de nieuwe faciliteiten zullen werken en wonen, zijn blij met hun nieuwe situatie. Asikoro moet de sikoro. Die breed van Porta Sikoro Gini, maar dan die Franas de Doti. Dan die breed voor dat. Okay, ik breed voor dat. Alla den score op je voor mij. Alla mara breed. Alla mara breed. One new score. One new score. Dan ga je een score jaren toe. Ik breed het ook de tevreden van. Ja. Ze waren echt niet goed. Vorig jaar moest ik daarin wonen. We woonden daar samen met de ratten. Het was echt niet. Het was niet goed hoor. Ik voelde me ook niet prettig daarin. Maar nu moet ik in een nieuwe woning wonen. Ik vind het echt prettig. Het is echt mooi. Ik voel me gelukkig erin.
het kan vergeleken worden met Huis uit Holland, hoor. Ja. Zeker, ja, het is heel mooi. Heren, we zijn blij om te horen dat wij goede woningen voor jullie op zijn. Zeker, zeker. Jullie zijn echt blij. Ja. Tevreden ben. Ja, oké. Ook de schoolleider van deze openbare school, de Libidotti, mevrouw Anna Main Panza, is ingenomen met de nieuwe staat waarin de school is komen te verkeren. Zij beschrijft ook de nieuwe omstandigheden. Ja, heel mooi. Als je hier bent, echt luxueus zou ik zeggen. Alle leerkrachten hier hebben een unit. 2 slaapkamers. Laten we zeggen een woonhuis, zeg maar, voor een gezin. Het enige wat wij nou nodig hebben is echt water. Die huizen zijn wel aangesloten. Maar we zijn hier afhankelijk van het regenwater of... Soms moet je naar het meer gaan. Maar het zijn echt mooie huizen. De scholen zijn echt mooi. De toiletten, als je zo hier bij ons op het complex bent, dan vergeet je dat je in het binnenland bent. De aannemer heeft echt zijn werk gedaan. De mannen, ik heb hier gezien waar ze echt werken. Je zou zeggen, de Chinezen werken snel. Maar het zijn ook Surinaamse mensen die keihard werken. Er zijn toch onder ons die keihard werken. Ik heb jongens hier gezien waarvan echt, petje af zou ik zeggen. Met betrekking tot de naschoolse opvang is het gebleken een zeer grote hulp te zijn voor het normale leerproces volgens de schoolleider. Een 100% participatie aan dit extra leerproces is tot nog toe positief uitgevallen voor de leerlingen. De naschoolse opvang heeft ook in het sociaal-maatschappelijk leven van het dorp een positieve invloed. Het is heel positief, hoor. In het begin al waren er zoveel ouders komen vragen of wij als leerkrachten die kinderen niet 's middags zouden kunnen opvangen. Maar dat hadden we niet gedaan. We hebben juist gewacht op dit moment. We zijn begin november zo begonnen. En het is positief. Alle kinderen doen mee. Het is goed voor de gemeenschap, omdat die kinderen dan problemen hadden met maken van huiswerk. Het is dat die ouders niet thuis zijn, ze hebben geen tijd voor, ze gaan naar hun kostkrant. Of soms zijn ze in de stad en die kinderen zijn bij familieleden. De mannen zijn in het bos en dat huiswerk ging niet. Maar nu gaat het heel goed, het is positief. We hebben echt groei gezien hierin. Die huiswerken worden hier gemaakt. En van de mensen van het dorp hebben we ook gehoord dat het rustiger in het dorp is. Wanneer die kinderen van school waren, dan was het gewoon naar het meer gaan om te gaan zwemmen. Soms om te vissen, ze blijven daar. Het huiswerk werd niet gemaakt. Maar nu blijven ze tot 5 uur hier. En als ze naar huis gaan, is het gewoon even nog wat doen. Misschien baden en naar bed gaan. Ze zijn dan moe. Dus dan, als ze de volgende dag terug zijn, dan komen ze terug met dat van gisteren. Het is heel positief. Het lezen, taalprobleem hier. Het is echt een probleem hier. Maar nu, vooral hoe de kleuters niet meedoen, dan gebruiken we de kleuterdames om ons te helpen de klas te splitsen. Waardoor je in de middaguren een kleinere groep hebt en je kan ze beter bereiken. Aldus schoolleider mevrouw Panza van de openbare school te Libidotti. Zij vindt dat de pedagogische waarden en doelen van deze naschoolse opvang niet verschillen van andere delen in ons land. Het zijn echt leuke mensen. Het zijn ook
leuke kinderen, Surinaamse kinderen die begeleiding, opvoeders nodig hebben. We hebben echt gekwalificeerde opvoeders hier nodig, niet alleen in de stad, maar ook hier. En ik praat ook voor het binnenland. In het binnenland hebben we echt bevoegde krachten nodig, zou ik zeggen. We zouden zeggen van, ik ga niet in uw land. Door ook naar het binnenland te gaan om deze kinderen te helpen om ook eruit te komen. Het in 2010 ingestelde ministerie van Sport en Jeugdzaken zal in het komend dienstjaar 2013 een nieuwe huisvesting hebben, van waaruit centraal het voorgenomen beleid zal worden uitgevoerd. Het hoogste punt van de bouw van dit onderkomen is onlangs bereikt en volgens de Surinaamse traditie moet dat gevierd worden. Dirk Emanuels, die namens het ministerie van OW belast is met het toezicht, gaf uitleg over het gebouw dat komt te staan op het Willebrod-Akswijk Sportcentrum. U staat hier voor een gebouw dat ongeveer in totale breedte 36 meter is en in de diepte naar achter 47 meter. We gaan realiseren 3500 vierkante meter ongeveer, verdeeld over 3 verdiepingen. En alle, als ik het goed heb gehad toen tijdens de formulering van het programma van eisen, alle diensten van het ministerie die zijn, die een kantoor nodig hadden en thans her en der verspreid zijn over de stad, die komen terug en gaan vanuit dit punt hun werk, het beleid dat moet worden uitgezet, centraal uitvoeren. We hebben hier dus een gebouw over 3 lagen, de begane grond, de verdieping 1 en de verdieping 2. Het gebouw is opgezet rond een middenplein waar we nu zitten. En hij is opgetrokken in staal, zoals u dat ziet. We hebben betonnen vloeren. Op de begane grond hebben we wat metselwanden, maar zodra we op de verdieping komen, daar gaan we, in afwijking van het bestek, dat zeg ik zo, gaan we een veel betere gevel plaatsen, zonder dat daar financiële consequenties aan verbonden zijn. Minister Ismanto Atna van Sport en Jeugdzaken kijkt samen met zijn ambtenaren uit naar het moment van overdracht van het nieuw gebouw aan Sport en Jeugdzaken, van waaruit het geplande beleid kan worden uitgevoerd. Ik ben blij dat de heer Emanuels het heeft aangegeven dat er binnen 8 maanden we onze plichten ergens anders kunnen verrichten. Dat we onze werkzaamheden, die vervat zijn in processen, die vervat zijn in activiteiten, die ook gedestilleerd zijn in werkzaamheden, taken, die verricht moeten worden door ambitieuze ambtenaren, dat ze in een gebouw worden ondergebracht, waarin je met alle vreugde je werk kan verrichten. En inderdaad, het ministerie heeft een aantal cruciale processen die wij moeten gaan beheersen, die wij op een degelijke manier moeten aansturen en dat op dit moment het niet optimaal kan gebeuren vanwege de 7 verschillende plekken waar alle ambtenaren zitten.
Het ministerie van Justitie en Politie heeft niet zo lang geleden de beschikking gekregen over een nieuw politiebureau te Münder. Vanuit deze locatie zal het basispolitiewerk worden uitgevoerd om de gemeenschap beter van dienst te zijn. Eigenlijk is het plaatsen van een politiebureau op die plek geen nieuw plan, volgens korpschef Humphrey Tjelipsi. Langere 20 jaar in onze beleid staan opgenomen dat wij een bureau voor minder buiten en omgeving willen instellen, het nieuwe resort willen instellen. De mensen die wonen op Rens project zijn langer dan 20 jaar aangewezen geweest, 30 jaar bijna, aangewezen op de dienstverlening door het politiebureau Geertsvleit. Het is een enorme afstand vanuit dat woongebied naar Geertsvleit en dat heeft ook gemaakt dat ook wij als politieorganisatie niet optimaal die gemeenschap konden bereiken. Nu is het zover dat we het bureau in gebruik nemen en ik zei het pas binnen het kader van ons totale beleid. Er zijn een heleboel andere bureaus ook gepland, waarvan enkele reeds in aanbod zijn ook. Het nieuwe hoofdbureau van politie is allemaal bekend. Daar verheug het mij te moeten constateren dat wij reeds de derde verdieping of althans de derde bouwlaag gereed hebben en dat we straks het dak erop zullen hebben en dan hopelijk in 2013 onze intrek kunnen nemen in dat gebouw. Maar we hebben vele andere bouwprojecten die wij samen met het ministerie van Openbare Werken en Verkeer uitvoeren. En het is op zijn plaats om de minister van Openbare Werken en Verkeer en de directeur Openbare Werken en alle medewerkers daar dank te zeggen voor de medewerking die wij van hen ondervinden, ook in het geval van dit gebouw. Er zijn diverse andere gebouwen, zoals ik al zei, die wij aan het opzetten zijn. Er zijn contracten getekend recent voor een nieuw politiebureau in het district Koroni, een nieuw modern bureau. En de standaard die wij hanteren voor de bureaus gaat u straks zien. Dit is een van de standaarden die wij hanteren voor de bureaus in de kustvlakte. We hebben een andere standaard voor bureaus die wij hanteren voor het binnenland. Dat model hebben we op Kwakkoegrond geplaatst, waarbij politiemensen voor langere tijd in het gebouw kunnen verblijven en van daaruit de diensten kunnen verlenen aan de gemeenschap. Dit is een ander type bureau waarbij de mensen vanuit de omgeving of van verre plaatsen ook naar hier komen om hun werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen aan de gemeenschap. Er zijn voldoende verhoorkamers hier, er zijn ook goede faciliteiten voor de arrestanten waarbij ze voor het eerst in ieder geval in de geschiedenis van het KPS het toilet in de cel hebben. Want het was altijd, en het is ook natuurlijk een schending van de mensenrechten, dat men constant moest roepen, commandant toilet, commandant toilet. En die commandanten hadden meestal geen zin om de deur open te doen en de mensen de gelegenheid te geven om naar het toilet te gaan. Nu kunnen ze zich gewoon naar een hoekje begeven binnen de cel en dan kunnen ze daar hun behoefte doen. Uitbreiding van gebieden brengt trouwens met zich mee uitbreiding van de politiezorg. Naast het doel om de politie dichter bij de gemeenschap te brengen, is het ook noodzakelijk te zorgen voor goede huisvesting van de politieambtenaren, volgens minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Ik ben gedurende mijn aanstelling in alle districten geweest en zo hebben wij ook waargenomen dat de politiezorg nodig is in diverse gebieden waar de gemeenschap groeiende is. Helemaal op Aside Hoppe, Jumu, waar velen van u niet weten waar Jumu is, maar
zij die daar weet, die dat weten, zal er nu een politiepost ook ingesteld worden de resterende dagen van het jaar. De New Aurora is de politie al operationeel. Dat is vanuit Atjoni ongeveer een uur en een kwartier varen. Ook tegen de politiedokter hier, ja, welkom. Zo zijn wij bezig de politie zorg naar de gemeenschap te brengen. Het is een heel nieuw bureau in vergelijking met andere bureaus die ik onder ogen heb gezien. Ik denk aan, ja, Paranam. Heel oud bureau, maar de politie is daar. Het streven is ook om dat bureau te renoveren, althans de politie goed te huisvesten. De bewindsman hoopt natuurlijk dat met dit bureau een merkbare daling komt van de criminaliteit in dit resort. De minister deed een beroep op de plaatselijke gemeenschap om de politie daarbij te helpen. Ook met betrekking tot de verkeersveiligheid waarschuwde hij die in acht te nemen. We hopen dat de cellen leeg blijven, met andere woorden dat de criminaliteit in dit resort onder beheersbare proporties is. Maar voor zij die toch niet willen horen, dan zullen ze er maar in de cellen blijven. En we hopen dat het alleen arrestanten in de cellen blijven en geen gedetineerden. Met andere woorden, dat die uitstroom naar de gevangenis in zal zijn van vlot verloop naar de gevangenissen. We streven erop om het recidivecijfer ook laag te houden. Vandaar dat ik hier oproep ook naar de gemeenschap te Münder, vooral de jonge mannen, om het pad van criminaliteit, voor zij die erop zijn, te verlaten, zij die voornemens zijn dat pad op te gaan, om dat niet te doen. Omdat anders gaat u de politie op je dak krijgen, je gaat opgespoord worden, aangehouden en vervolgens gaat u hier moeten zijn. De deuren zullen geopend worden voor de burgerij hier, de gemeenschap. En we weten ook, hierachter is de Kashmirstraat, die veelal als racebaan gebruikt wordt door de weggebruikers. Het is een kinderrijke buurt zoals vele buurten. De inspecteur ken ik, meneer Jamat. Ik weet dat hij het zal klaren om regelmatig roodblok te houden. En de mensen die van de Kashmirweg, Kashmirstraat en andere wegen snelheidsbanen willen maken, zeg maar, te corrigeren. Vice-president Robert Amerali, die ook tot een van de sprekers behoorde, gaf aan dat deze regering heeft aangegeven te zullen investeren in de veiligheid. In de afgelopen 2 jaar is dat dan ook duidelijk gebleken. Daarom hoopt hij dat de vestiging van de politie in Münder vruchten zal afwerpen. Ik denk dat wat ook duidelijk is, dat de regering Bouterse de Amirali investeert in veiligheid. En we kunnen zeggen dat in de afgelopen 2 jaar er bijzonder hard gewerkt is door alle mensen binnen omstandigheden die niet altijd ideaal waren. En we zijn dan blij dat we dan hier bij een gelegenheid zijn waarvan we zeggen, dit lijkt op de nieuwe standaard. Dat geeft natuurlijk het voordeel dat er van de leden natuurlijk veel meer gevraagd kan worden. Aan de andere kant weten we dat er nog veel werk is. En dat een heleboel werk gedaan wordt onder omstandigheden die niet optimaal zijn. We bedanken de politie voor de inzet en het begrip dat niet alles in één dag kan gebeuren. We hopen dat de burgerij
die direct het voordeel zal moeten merken, dat ook merkt. En dat ze ook helpen dat die criminaliteit in de buurt zelf terug wordt gebracht. Hierna werd het naambord van het bureau onthuld. En na het doorknippen van een lint werden de aanwezigen rondgeleid in het nieuwe politiebureau van Münde. Tot zover deze aflevering van dit programma. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer. Hai,